Vandaag Little Home versus Philips Hue. Zoals beloofd zou ik vandaag een vergelijking maken tussen de Little Home en Philips Hue. Geen gewone vergelijking, de vergelijking met de lampen, daar zijn video's genoeg over. Maar ik zou de apps met elkaar willen vergelijken en dit gebruikmakend van VoiceOver op iOS. Ik heb ook ervaring met TalkBack op Android, maar dat kan ik helaas niet meer laten zien. Laat ons snel van start gaan, want er is wel wat dat we moeten doorlopen. Eerst en vooral hoe je dat je moet registreren, denk ik dat iedereen wel kan. Het enige nadeel bij de Little Home app is dat je bij het invoegen van een e-mailadres, dat gaat prima, maar daarna moet je de algemene voorwaarden aanvaarden, zo'n vakje dat je moet aankruisen. En dat leest VoiceOver niet voor, dus daar heb je sowieso al hulp bij nodig om dat aan te kruisen en dan kan je verder gaan. De rest spreekt natuurlijk voor zich. Dat gezegd zijnde, in de app zelf heb je onderaan een paar tabbladen. Die gaan we eens eventjes overlopen. Tabbladbalk, geselecteerd, home, tab, 1 van 3. Dat zijn er inderdaad 3. Je begint beneden op de home. Standaard als je de app opent. Smart, tab, 2 van 3. Smart is het tabblaadje waar je de dingen kan gaan instellen. Ik, tab, 3 van 3. Dan het tabblaadje ik. Zijn vooral de instellingen en de handleiding. En dergelijke meer, daar gaan we eens naar kijken. We zijn nu op de home en als we dan bovenaan gaan kijken. De Mulder. Dat is natuurlijk, ja, ik noem de Mulder, dus daar beginnen we mee. Als we dan naar rechts swipen. Afbeelding, voeg toe. A white background with nothing on it. Heb je het tabbladje voeg toe en voeg toe is om apparaten toe te voegen. Als je enkel lampen zou toevoegen en je hebt al een Philips Hue Bridge, zou ik aanraden om de lampen te koppelen aan de Philips Hue Bridge. Ga je gebruik maken van sensoren en dergelijke, dan kan je momenteel nog niet anders dan een Lidl Bridge te kopen. En die ga je eerst moeten instellen voordat je andere toestellen kan gaan vinden natuurlijk. Bij Philips is dat natuurlijk hetzelfde. Als je geen Philips bridge hebt, ja, dan kan je natuurlijk beter de bridge van Lidl zelf kopen. Die is natuurlijk ook wel een stuk voordeliger. Dan, als we verder gaan. Wit 5, offline, keuken, afbeelding, voeg toe, deels bewolkt. Ga hij het weergeven. Dan gaat hij knopjes weergeven, dat ik niet weet wat het is. Want hij leest ook niks voor. Koptekst. 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 Meer. Atmosfeer 3, offline. Atmosfeer 2, offline. Zitten we al terug met het volgende probleem. Atmosfeer zijn lampen, kleurlampen. Hij zet die naast elkaar in kolonnetjes. Twee kolonnen naast elkaar. En dan in rijen. Hij gaat ze dus samen vernoemen, met als gevolg dat je ze ook niet apart kan aanklikken om een instelling te doen. Dan ga je echt een beetje moeten gaan zoeken, links op je scherm, rechts op je scherm, om hem eventueel daar aan te klikken. De app van Lidl is dus eigenlijk, ja, grotendeels niet toegankelijk. Dus daar krijg je in ieder geval alle producten die je hebt gekoppeld aan je bridge, kan je daar terugvinden. Om een apparaat toe te voegen, duw je dus bovenaan rechts op afbeelding. Hoe de Mulder. Afbeelding.
Deels bewolkt. Ja. Afbeelding. Voeg toe. Voeg a white toe. Background with nothing on it. Afbeelding. Little home. Daar kan je dus op duwen om apparaten toe te voegen. Dan gaan we eens eventjes naar rechts swipen. Afbeelding. Afbeelding. Voeg toe. Oh. Vorige. Knop. Stopcontacten. Verlichting. Hij gaat eerst het rijtje af met de categorieën. Standaard staat hij op het eerste, op stopcontacten. Maar hij gaat sowieso het rijtje af. Sensoren, P2. Andere. Stekker. Dus daar heb je een stekker. Stekkerdoos. En een stekkerdoos. Dat zijn de twee stekkers die je kan hebben. Tot daartoe gaat het allemaal nog redelijk oké. Stopcontacten. Dus we gaan terug stopcontacten, daaronder verlichting. 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 Gaan we die eventjes aanklikken. Sensor, P2, andere. LED-lichtketting. Een LED-lichtketting spreekt voor zich. Inbouwlicht. Inbouwlicht spreekt ook voor zich. Plafondlicht. Wow. Hier ga ik er even tussen komen, want bij de verlichting ben ik eventjes de mist in gegaan. Dus ik ga eventjes overnemen. Ik heb wat navraag gedaan. We zitten in het begin. Het eerste dat we tegenkomen bij de verlichting is een... LED-lichtketting. LED-lichtketting is kerstboomversiering. Inbouwlicht. Inbouwlicht, ja, spreekt voor zich. Inbouwspotjes. Plafondlicht. Dan heb je een plafondlicht, is met vaste lichtpuntjes, kleine lichte LED-lichtjes. Is een ronde lamp met een plastic omhulsel. Plafondlamp, een platte. Kost bij mijn weten op het moment van deze video €59. Schijnwerper. Dan hebben we schijnwerper. Is geen schijnwerper zoals je zou denken. Is ook een plafondlamp met drie lichtpunten. Bestaat in ronde vorm of in langwerpige vorm. In wit of zwart. Kost op het moment van opname €49. Lichtvlaklamp. De lichtvlaklamp is een wit vlak, zoals dat ze het zeggen. Dat licht geeft heb je in een vierkante vorm of een rechthoekige vorm en kost op het moment van opname €79. Atmosfeer. Dan krijg je normaal vier keer na elkaar atmosfeer. De eerste atmosfeer is een LED-strip. Een gewone LED-strip met kleuren. Die zijn bij de meeste wel bekend, denk ik. Atmosfeer. De tweede atmosfeer, want dat noemt ze zo vier keer. De tweede atmosfeer is een GU10 kleurlamp. Atmosfeer. De derde is een E14 kleurlamp. Atmosfeer. En dan de E27 kleurlamp. Bij wit hebben we eerst de E14 witte lamp, wit. Dan de GU10 witte lamp, wit. Dan de E27 witte lamp, RGB tuinlamp. Dan hebben we een tuinlamp, RGB buitenlamp, een buitenlamp, smart LED lamp. Dan heb je smart LED lamp, weet ik eigenlijk niet, die zijn bij ons in het assortiment nog niet verkrijgbaar trouwens. Smart LED strip 2M. En daar zegt hij dan LED-strip 2M. Die andere is ook een LED-strip. En vermoed ik dat het voor achter de tv is, die meegaat met de tv. Maar is ook momenteel in België nog niet verkrijgbaar. Dat is het van de verlichting. Nu gaat een andere terug overpakken. Dan zijn we rond met de verlichting. Verlichting. Sensoren. Dan gaan we naar de sensoren. Sensoren. P2. Andere. Bewegingssensor. Wel een bewegingssensor. Deur of raamsensor. Aanbevolen wordt Bluetooth te activeren. Deur of raamsensor. Sensor. Gateway. Sensoren. Gateway. De gateway spreekt voor zich. Andere. Dan andere. Nog andere. Afstandsbediening. Daar staat de afstandsbediening. Deurbel. Slimme verwarming. Barbecue thermometer. Andere 1. Aanbevolen wordt Bluetooth. Andere 2. Wat de andere 1 en andere 2 is, heb ik geen idee van. Ook de barbecue thermometer ben ik nog niet tegengekomen in hun assortiment. Zal misschien nog niet verkocht worden in België of Nederland. Andere 1. Barbecue. Slimme verwarming. De verwarming staat er wel bij. Deurbel. Afstandsbediening. En de afstandsbediening ook.
Ik heb een afstandsbediening bij een van de plafondlampen gekregen. Ik ben er nog altijd niet achter hoe ik ze moet koppelen aan de lampen. Ook de sensoren. Ik heb bewegingsmelders. Het is een heel gedoe geweest om ze gekoppeld te krijgen aan... Of, allee, gekoppeld te krijgen eigenlijk niet, maar om er iets aan te koppelen wat ze moeten doen. Heb ik moeten opzoeken op internet hoe ik het allemaal heb moeten configureren. Maar het is niet zo eenvoudig. Dat is als je wilt toevoegen. We gaan eens eventjes verder kijken naar bijvoorbeeld als ik aan lampen toevoegen. Verlichting. We pakken er hier eentje. Lichtvlaklamp. We zullen die lichtvlaklamp nemen. Selecteer de gateway. Dan gaat hij vragen welke gateway, want ik kan maximum 25 apparaten koppelen aan de gateway. Zigbee gateway. Dat is de mijne. Geselecteerd. T-search activator circle noor. Grijs. Annuleren. Gereed. Knop. Gereed. Annuleren. Als het licht pulseert, sla dan de stappen naar het opnieuw instellen over. 1. Inschakelen. 2. Ervoor zorgen dat het licht pulseert. Opgelet, beëindigt de koppelingsprocedure binnen 3 minuten na het opnieuw instellen van het apparaat. Apparaten opnieuw instellen. Knop. Bevestigen dat het licht pulseert. Knop. Voilà. Dus normaal gezien, als je een licht indraait of insteekt en je doet de schakelaar aan, gaat het lichtjes pulseren. Dus zachtjes aan en uit. Als dat het geval is, duw je gewoon op het licht pulseert en dan gaat hij er naar zoeken. De sensoren, heb ik gemerkt, die koppel je niet direct. Aan de zijkant zit een heel fijn gaatje. Daar moet je eventjes insteken met bijvoorbeeld een tandenstoker. Dan ga je die resetten en dan gaat hij ze wel vinden. Heb ik ook moeten ondervinden. Annuleren. Knop. Stond ook niet in de annuleren. Handleiding. Verlichting. Dan gaan we naar het tweede tabbladje. Vorige. Terug. Knop. Vorige. Tabbladbalk. Smart. Tab. Geselecteerd. Smart. Tab. 2 van mobiel netwerk. Little Home Smart Design at Act. Knop. Voeg toe. Rechtsboven hebben we terug het knopje voeg toe. Little Home. Stel de voorwaarden in. Opgave regelen. Met aantikken ter uitvoering starten. Als het weer verandert. Tijdschema. Als de apparaatstatus verandert. Als de apparaatstatus verandert. Dus hier kan je gaan kiezen. Ik heb bijvoorbeeld een stopcontact. Met aantikken ter uitvoering starten. Als het weer verandert. Een stopcontact dat gekoppeld is aan het licht van een aquarium. Die stuurt de lamp aan of gaat de lamp aanzetten wanneer de zon opkomt en gaat het lampje uitdoen als de zon ondergaat. Dat moet je instellen via weer. Als het weer verandert. Met die dus. En die is even aantikken. Dan kan je kiezen naar temperatuur. Dus als de temperatuur boven een bepaald ding gaat of onder een bepaald ding gaat, kan je iets laten gebeuren. Vochtigheid. Vochtigheidsgraad. Weer. Als het, weer, Zonsopkomst schuine streep ondergang. Dus die zal het best gebruikt worden, denk ik. Windsnelheid. Windsnelheid. Windsnelheid staat ertussen. Ik vermoed als je een deur- of raamsensor hebt en die durft wel een keer klappen door de wind of iets dergelijks, dat die niet altijd melding gaat geven. Temperatuur. Vorige. Knop. Vorige. Opgave regelen. Met aantikken ter uitvoering starten. Dat is dus als de schakelaar aangezet wordt, bij wijze van spreken bij het licht, met de hoofdschakelaar dus, gewoon zoals dat je normaal een licht zou aandoen, op elk niveau dat hij direct moet beginnen of terug moet beginnen, of als de stroom uitgevallen is, waar moet hij dan terug op starten. Je kan daarvoor kiezen van niks te doen, als de stroom uitvalt. Hier moet je het globaal instellen. Bij Philips kan je dat kiezen. Daar heb je een verschil tussen als je de schakelaar aanzet of als de stroom uitgevallen is. Met aantikken ter uitvoer als het weer verandert. Tijdschema. Daar heb je een tijdschema. Kan je bijvoorbeeld zeggen als er een lamp aan is, laat die 10 minuten branden en dan gaat die terug uit. Als de apparaatstatus verandert. Als de apparaatstatus verandert. Die gebruik ik dus voor de
sensoren. We gaan deze even. Bezig. Vorige. Knop. Atmosfeer 3. Atmosfeer 2. Afstandsbediening. Wit 7. Wit 6. Wit 5. Keuken. Aquarium lease. Trap. Trapsensor boven. Dus daar kan je bijvoorbeeld gaan kijken. Ik zal dit even dus aanklikken. Traps. Per state. Per state. Per state wil zeggen beweging. Acculading. 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 Ik heb bij de acculading staat er als de accu onder een bepaald percentage is, gaat hij mij een melding geven op mijn telefoon, zodanig dat ik weet dat de batterij bijna leeg is. Per state. Bij per state, als geen je beweging. Daarop klikt, kan geen je gaan beweging. Kiezen tussen geen beweging. Beweging gedetecteerd. Beweging gedetecteerd. Beweging gedetecteerd. Als je die aanklikt. Beweging gedetecteerd. Beweging gedetecteerd. Stel de voorwaarden in. Apparaat gebruiken. Dan kan je een apparaat gaan gebruiken. Smart kiezen. Of smart kiezen als je al iets hebt ingesteld. Ik heb dan gekozen voor apparaat gebruiken. Kan je een apparaat gaan aansturen. Eventjes kort samenvatten. Want ik heb hier verschillende scènes instaan. Ik heb 4 sensoren. 1 op de zolder, aan de zolder, bovenaan aan de zoldertrap. 1 in de gang boven, die heel de gang bekijkt. Eentje vooraan aan de trap naar beneden toe en eentje in de hal beneden. Die van de zolder en de gang boven, die sturen het licht op de gang boven aan. De andere 2 sturen het licht aan de trap aan. Hoe heb ik dat nu ingesteld? Je moet voor elke dingen apart iets gaan instellen, maar als je de sensor gaat instellen, als hij beweging detecteert, gaat hij de lamp aansturen. Dan ga je zeggen, opgave regelen, apparaat gebruiken. We gaan smart kiezen, apparaat gebruiken. Apparaat gebruiken. We gaan atmosfeer. Die lamp aansturen. Hal, groep, atmosfeer 2. Atmosfeer, wit 7. Ik begrijp het, knop. Oké. Okay. Geselecteerd. Even verkeerd. Hal, groep, atmosfeer 3. We gaan hier de hal. We gaan de groep aansturen. Omschakelen. Wit licht. Omschakelen. Omschakelen wil dus zeggen aan of uit doen. Wit licht. Wit licht wil zeggen de helderheid. Omschakelen. Dus we gaan die eventjes aanklikken. Open. Je hebt de open. Uit. Of uit. Open. 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 Voilà. Dan moet je dat bevestigen. Opslaan. Knop. Opslaan. Dan gaan we volgende. Naar volgende. Knop. Toestand. Trapsensor boven. Per state. Beweging gedetecteerd. Taak. Groep. Hal. Omschakelen. Open. Handelingen beschikbaar. En nu lijkt het erop. Indien trapsensor boven per state. Beweging gedetecteerd. Hal omschakelen. Open. Dus nu lijkt het alsof dat je hier niks meer kan instellen. Dat was mijn eerste gedachte ook. En ik heb lang moeten zoeken voor ik wist dat je... Trapsensor boven aan toestand. Aan ieder Little Home Smarties. Trapsensor taak. Taak. Little Home Smarties zijn het act. Knop. Daar staat dus nog een knopje dat je extra taken kan gaan toevoegen. Want nu, enkel als hij beweging detecteert, gaat hij die lamp aandoen. Maar voor de rest gebeurt er niks. Dus die lamp die zou aanblijven. Nu, als je op deze knopje of op dit knopje gaat duwen, dan ga je nog andere instellingen kunnen doen. En zo kan je die lijst uit gaan breiden. Ik ga dat nu eventjes terug annuleren. Slimme instellingen. Koptekst. Annuleren. Knop. Voilà. Veranderingen ongedaan maken? Nee. Gooi weg. Knop. Voilà, gooi weg. De Mulder. Voor elk ding ga je apart een instelling moeten maken. Ik heb hier nu ingesteld, dus als hij beweging detecteert, gaat hij de lamp aandoen. Dan ga ik een nieuwe toevoegen, hè, zoals ik net heb laten horen of laten zien. Ga ik een nieuwe toevoegen. Als hij geen beweging detecteert, gaat hij de lamp uitdoen. Er zit sowieso al een vertraging van 30 seconden op. Dus je kan ook vertraging toevoegen, maar dat hoeft dus niet. Want als je een vertraging van 30 seconden zou toevoegen, dan gaat hij sowieso een minuut de lamp laten branden. Maar ik heb speciaal gepakt, als hij geen beweging detecteert, doe de lamp gewoon uit. Je kan ook zeggen van, als je de
sensor zegt van beweging, lamp aan, gedurende 1 minuut lamp uit. Ik vond dat dat niet goed werkte. Dus ik heb het nu zo opgelost. Beweging, lamp aan, geen beweging, lamp uit. Als je dat op verschillende tijdstippen wilt, moet ik het toch nog eventjes terug laten zien. Bedien meerdere apparaten met één klik of met gebruik van een Little Home Smarties Scene at Act. Knop. Stel de voorwaarden. Als de apparaatstatus verandert. Voilà. Bezig. Aquarium lease. Trap. Trapsensor boven. Voilà. Trapsensor. Per state. Per state. Beweging gedetecteerd. Beweging. Voilà. Stel de apparaat gebruiken. Voilà. Apparaat. Haal. Aquarium lease. Keuken. Voilà. Het Zigbee-apparaat is offline. Ik begrijp het. Knop. Geselecteerd. Atmosfeer 3. Ik begrijp het. Knop. Oei, geselecteerd. Atmosfeer. Wit 7. Wit 7. Wit 5. Keuken. Aquarium. Wit 4. Wit 4. Omschakelen. Moeten we wel online zijn natuurlijk, want anders kan je niks instellen. Wit licht. Omschakelen. Omschakelen. Open. Open. Opslaan. Knop. Ja. Opslaan. Omschakelen. Open. Volgende. Knop. Okay. Stijl. Dus we krijgen hier terug die lijst. Taak. Wit 4. Wat we moeten doen. Indien. Stijl. Kan het een naam geven. Geldigheid. Opslaan. Geldigheid. Tijdsegment. Opties. Volledige dag. Voilà. Daar kan je dan de tijd stad, normaal gaan selecteer. Instellen. Stad. Volledige dag. 24 uur. Kan ervoor kiezen dat hem dat heel de dag doet. Dag. Nacht. Van zonsondergang tot zonsopgang. Personaliseer. Een tijdsegment instellen. Dan kan je dat nog doen. Knop. Scherm af. Knop. Scherm afbeelding. Knop. Scherm afbeelding. Daar doe ik voiceover dus helemaal niks. Normaal kan je daar een begintijd en een eindtijd instellen. Voiceover uit. Dan zet ik voiceover even uit. Tik op het scherm bovenaan. En dan ga je er terug. Voiceover uit. Aan. Volgende. Knop. Dus enkele... Personaliseer. Nacht. Van zonsondergang tot zonsopgang. Dat kan je wel. Volledige dag. En 24 uur. Vorige. Maar dus personaliseer knop, vorige, niet. Knop. Vorige. Knop. Vorige. Tenzij met hulp. Annuleren. Knop. Annuleren. Veranderingen ongedaan maken. Nee. Gooi weg. Knop. De Mulder. Dus zo kan je dingen gaan instellen. Dan gaan we nog eens naar het laatste kijken. Dat, drie van de... Tik om gebruikersnaam in te stellen. Kenny.mulder@bestaartje. Huisbeheer. Oké, huisbeheer. Daar kan je mensen gaan toevoegen aan je huis. Berichten. Helpcentrum. De berichten is ja, de meldingen eigenlijk dat je kan krijgen. Meer services. Instellingen. Richtlijn gegevensbescherming. Gebruiksaanwijzing. Tabbladbalk. Home. Gebruiksaanwijzing. Hier zou je denken gebruiksaanwijzing. We Little gaan home. Eens kijken. Bulgaarske. Link. Franse. Lituan. US. Serbije. Privacy. Lituan. Franse. Nederland. Ervat. Nederlands. Link. Nederlands. Maar hij gaat daar vorige, dus knop, ook niet verder. Maar, handboeken. Software en productvideo's. Knop. Ah, oké. Okay, ondertussen dus wel. Little service voor actieproducten. Handboeken. Software en productvideo's. Knop. Little service voor hartelijk welkom. Nederlands. Taal wijzigen. Haakje sluiten. Lidl. Link. Home. Handboeken. Contact. Link. Gegevensbescherming. Impressum. Uw toegang tot handboeken. Software en productvideo's. Koop niveau 1. Hebt u het meegeleverde handboek, uw montagehandleiding of de driver nodig of hebt u deze in een andere taal nodig? Hier vindt u snel en gemakkelijk het correcte document dat u meteen kunt downloaden. Let erop dat de inhoud geldt voor producten vanaf 3.1.2011. Selecteer een van de drie zoekfuncties. Koop, zoek op artikelnummer, IE, of productnaam. Koop niveau 3. Hier artikelnaam of het 5-6-cijferige artikelnummer, IE, invullen. Help. Link. Dat is klaarblijkelijk veranderd, want dit ging tot een paar weken geleden niet. Dan gaan we nog eens... Kan je iets rustig op je... Hartelijk welkom. Bekijken. Vorige. Knop. Vorige. Berichten. Helpcentrum. Meer service. Instellingen. Eens naar de instellingen kijken. Push notificatie. Over. Cache leegmaken. In specifieke systeemachtigingen. Over opt-in. Uitloggen. Uitloggen. Knop. Vorige. Ik denk dat knop, allemaal wel een beetje voor zich spreekt, hè. Tik om gebruikersnaam in te stellen. Kenny.mulder@iCloud.com. Dus op zich is er nog redelijk te doen. Hier en daar zijn er wel wat moeilijkheden.
als je echt met specifieke tijdschema's wilt werken, ga je toch hulp nodig hebben. Dan gaan we eens de app van Philips er eventjes bij nemen. Hio, bol.punt, hio, actief, hio. Hio, nieuwe scène, knop. Ook bij Philips zitten de tabbladen van onder. Tabblad, geselecteerd, woning, tab, 1 van 4. Daar zijn het er 4. Beginnen we met woning. Daar staan eigenlijk al je kamers. Routines, tab, 2 van 4. Spreekt voor zich. Ontdek, uitroepteken, tab, 3 van 4. Dat zijn eigenlijk vooral extra apps en toebehoren. Instellingen, tab, 4 van 4. Als we dan boven eventjes gaan kijken. Vijf nieuwe scène, knop. Bericht Nesheader Moreblek, knop, schakelknop, aan, jouw kamers. Kamertype, alle lampen staan aan, kamertype, alle lampen staan aan, kamerliezen, alle lampen staan uit. Hier lijkt het alsof lampen aan of uit staan, maar eigenlijk heb je hier de dingen of ze online of offline zijn. En dan kan je nog eens extra gaan aan of uitzetten. Bericht Nesheader, nieuwe scène, knop. Dan kan je alle scènes gaan instellen, maar we gaan eventjes... Bericht Nesheader, Moreblek, knop. Nieuwe scène, bericht Nesheader, Moreblek, bericht kamers en zones, hio. Lampconfiguratie, knop. Accessoireconfiguratie, kamers en zones omwisselen, knop. Annuleer, knop. Kamers, accessoire, lampconfiguratie, knop. Kamers en zones, knop. Lampconfiguur, accessoireconfiguratie, knop. Hier zeggen ze configuratie, maar eigenlijk is het... lampconfiguratie, de knop. Twee. Je hebt hier bijvoorbeeld lampconfiguratie. Nieuwe scène, moet je aan knop, sluit, tikken. Knop. Lampconfiguratie, lamp toevoegen, knop. Heb je lamp toevoegen. Kamertype. Lichttype. Niet lichttype. Niet bereikt. Lichttype. Niet bereikt. Kamerliezen. Lichtliezen. Haal. Lichtliezen. Handelingen beschikbaar. Hier kan je dus zien... welke lampen er al zijn, waar ze zich bevinden. Dan moet je natuurlijk wel allemaal een naam geven. Lichttype, kamertype, lamp toevoegen, knop. En lamp toevoegen in het begin. Lampconfiguratie, lamp toevoegen, knop. Annuleer, knop, voeg toe, koptekst. Zorg dat de apparaten zijn ingeschakeld en tik hieronder op zoek om nieuwe lampen of nieuwe smartplugs te zoeken. Voilà, spreekt voor zich, hè. Veel intuïtiever. Annuleer, knop. Dan Lidl vind ik zelf. Sluit, knop. Lichttype, niet bereikbaar. Sluit, knop. En voor de jouw accessoires is dat nieuwe natuurlijk scène, hetzelfde. En dus kijk het dus. Nieuwe scène. Knop, nieuwe scène. Selecteer een kamer of zone om een nieuwe scène te maken. Jouw kamers. Kamertype. Knop. Tik om naam op te geven. Knop. Knop. Daar kunnen we weer. 3. Test, niet veel knop, bewaar, knop, nieuwe scène, terugknop, nieuwe scène, jouw kamers, kamertype, kamerliezen, selecteren, annuleer, knop. Dat eventjes annuleren. Bericht Nesheader Moreblek, knop, tabbladbalk, routines, tab, 2. Gebruik vooral routines. De scènes zijn eigenlijk, daar heb je als blinde natuurlijk niet zoveel aan, je hebt al voorgeprogrammeerde scènes, maar is eigenlijk het spelen met licht en kleur. Dat je bepaalde effecten gaat krijgen met als je meerdere lampen hebt. Bijvoorbeeld dat je een zonsondergang gaat creëren. Zulke dingen. Routines, kop, thuis en weg. Ik denk dat die interessanter zijn voor ons. Ontwaken, gaan slapen, andere routines. Timers, van andere apps. Tabbladbalk, woning, van andere routines. Gaan slapen, ontwaak, thuis en weg. Thuis en weg, daar kan je gaan instellen. Natuurlijk, ik ben niet de enige thuis. Kan je je telefoon aan de bridge gaan koppelen als je dan onderweg, of als je weggaat, dat je automatisch de lampen allemaal uitdoet. Kom je thuis, dat er bepaalde lampen aanspringen. Opstaan en gaan slapen, heb je eigenlijk dat de lampen om een bepaald uur, als je gaat slapen, zachter en zachter gaan tot helemaal uit. Opstaan, hetzelfde maar dan omgekeerd. Ontwaken, gaan slapen, andere routines. Andere routines, daar kan je zelf routines gaan instellen. Timers. En timers. Aftellen met licht. Aftellen met licht.
Activeer je lampen na een bepaalde tijd. Timer creëren. Knop. Tabbladbalk. Woning. Spreekt tab, ook een beetje voor zich natuurlijk. Routines. Terugknop. Maar routines. Zoals dat je merkt, is timers. Het toch wel een pak. Gaan slapen. Andere routines. Makkelijker. Aangepaste routine maken. Knop. Dan bij Lidl. Avetibe. 21. Tabbladbalk. Aangepaste routine maken. Knop. Wanneer moet de routine beginnen? Op een bepaald tijdstip. Knop. Zonsondergang. Zonsopkomst. Annuleer. Knop. Zie, dat krijg je al eerst. Op een bepaald. Wanneer moet de route op een bepaald tijdstip? Ze zegt op een bepaald tijdstip. Nieuw. Koptekst. Bewaar. Routine 1. Tekst. Wanneer? Op een 15. Kiezer onderdeel. Aanpasbaar. En daar kan je 46. Kiezer onder. M. Knop. D. W. D. V. Z. Z. Knop. En de dagen. Transitie. Onmiddellijk. Willekeurige tijden. Pas de start- en stoptijd willekeurig aan met de geselecteerde tijdsduur. Willekeurige tijden. Pas de start- en stop. Wat moet er gebeuren? Wat te bedienen? Wat te bedienen? Ik denk dat dat allemaal een beetje voor zich spreekt. Annuleer. Annuleer. Knop. Dus wel routines, tot hiertoe terugknop, alles toegankelijk. Tabbladbalk. Ontdek. Uitroepteken. Tab. En eens kijken bij ontdek. Favoriete apps. You Entertainment. You Labs. How to Videos. Wat is er nieuw? Tabbladbalk. Woning. Daar tab, vind je onder andere ook Friends de handleidingen. Favoriete apps. Je hebt natuurlijk verschillende apps om dingen aan te sturen. Die kan je hier in een lijstje terugvinden. You Entertainment. Entertainment. Je kan ook lampen koppelen aan Spotify. Als je dan bepaalde muziek luistert, dat die gaan bewegen. Je hebt de strips die je achter de tv kan plakken, die meegaan met de tv. Die kan je daar gaan configureren. Tabbladbalk. Geselecteerd. Instellingen. Tab. Dan heb je nog je instellingen. Uw bridges. Verbonden. Philips Hue. Kamers en zones. Deel je woningen en wijs lampen toe. Lampconfiguratie. Voeg nieuwe lampen toe of wijzig namen. Accessoire configuratie. Configureer sensors en schakelaars. Gedrag bij inschakelen. Gedrag wanneer de lampen aangaan. Entertainmentruimte. Positioneer je lampen voor entertainment. iOS automatisering. Koptekst. Widgets en Apple Watch. HomeKit en Siri. App. Koptekst. Software update. Geavanceerd. Locatie. Zondtijden en berichtgeving. Over. Ik denk dat dat allemaal een beetje voor zich spreekt. Ze werken beide met Lidl Home. Ze werken beide met Google Home. Lidl werkt nog niet samen met de HomeKit van iOS. Ze werken ook beide met Amazon Alexa. Maar die is in België niet te koop. Allee, wel te koop, maar spreekt enkel Engels. Ik gebruik hoofdzakelijk de twee met spraakbediening via de Google Home. Ja? Ah, oké, de video is gedaan. Ja, uiteindelijk weten we wat je moet doen. Hè. Je kunt op het belletje duwen als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's. Daarvoor kun je ook abonneren natuurlijk, altijd fijn. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En anders tot de volgende. Je kunt ook nog een video hiernaast klikken als je wilt. Hè. Salut! Hè.